Hey, ik ben Brit, aankoopster van de meubels, tuinmeubels en verlichting. Een van de belangrijkste kenmerken in de Hacienda-collectie is absoluut het rotan en vooral het donkerrotan. Na jaren uit de picture verdwenen te zijn, is deze absoluut aan een opmars bezig. In onze meubelcollectie hebben we enkele rotanmeubeltjes die absoluut voldoen aan de typische Hacienda-kenmerken. Of je nu liever bent van het lichte of het donkere rotan, deze wajangkast of de gomaarstoel gaan zeker jullie hartje sneller doen slaan. Ben je eerder fan van een iets strakkere versie van de Hacienda? Dan kan je gaan voor onze zwarte Websterkast. De afgelopen jaren hebben we enorm hard gewerkt om thema's te creëren die echt casa zijn. Zo vertrekken we steeds van onze drie stammen en laten we deze doorevolueren naar gelang de kleurtrends van dat seizoen. Zo gaan we ook te werk in onze meubelcollectie. Zo behouden we onze tijdloze klassiekers en vullen we deze aan met enkele nieuwe leuke toppers. Zo heb je bijvoorbeeld ons nieuw mix and match eiken tafelconcept, waarbij de klant zelf kan kiezen of je voor een kleiner of een groter tafelblad gaat, of je voor een houten poot of een metalen poot gaat. We hebben eigenlijk voor ieders wat wils. Combineer deze tafels met onze Sumatra eetkamerstoel en voor een iets gewaagdere combinatie kan je steeds onze bruine olivierstoel nemen. Deze maakt je tafel in 1, 2, 3 Hacienda proof. Mijn favoriete stuk in deze Hacienda-collectie is onze gomaarstoel. Hij heeft alles wat je mag verwachten van een echte eyecatcher. Hij is misschien niet de meest opvallende, maar zal zeker opgemerkt worden door iedereen. Daarnaast past hij perfect in onze Hacienda-collectie. Hij straalt warmte uit, heeft een robuust karakter, maar is toch elegant. Hij past voor mij in elk interieur, zolang je hem maar in zijn ere houdt.